Mijn naam is juffrouw Begonia en ik heb goed nieuws. Ja, ik ga op reis naar Eviva, Spanje. Ja, maar ik heb ook slecht nieuws. Mijn hondje Taki kan niet mee. Oh, wil jij op hem letten? Ja, dat is goed, maar dan moet je hem wel goed verzorgen. Kijk hier. Om te beginnen zet je de hond hier, Taki, rustig op tafel. Hopsa, daar gaat hij. Elke speler die meedoet, die krijgt een schepje, een mooie kleur voor elk. Zo, dan is er ook nog de Dobbelsteen. Er is ook nog de Taki-medaille, hm? uh, het hondenvoer en het speciale vormpje om het kokje te maken. En dan hebben we ook nog het voederbotje. Nu, wat je doet is vrij eenvoudig. Je pakt gewoon het vormpje. Je neemt een beetje hondenvoer, het speciale trakkikakku hondenvoer. Je neemt een beetje van het hondenvoer uit het potje, duwt het in het vormpje en je maakt er zo een heerlijk koekje van. Het koekje duw je vervolgens in de muil van de hond. Kom eens eventjes hier. Daar gaan we. Oei, je mag hem niet te veel geven zoals je ziet. Als je hem te veel geeft, nu is het prima. Maar als je hem te veel geeft, dan wordt hij ziek. Ja. Geef je hem te weinig, dan krijgt je honger. Dat is toch normaal. En dan met het voederbotje voorzichtig in zijn muiltje duwen en een beetje draaien. Voilà, mooi zo. De jongste speler begint het spel en mag met de dobbelsteen dobbelen. Dobbel je dit, dan mag je twee maal pompen. Oeh. Oeh. Dobbel je dit. Dan moet je je beurt overslaan. Dobbel je dit, dan mag je driemaal pompen. Oh, oh, daar gaat een kakkie. Die mag je dan op jouw schepje leggen. Zo. En als ik dit gooi, wil ik dit zeggen, dat je jouw schepje met het schepje van iemand anders mag wisselen. En kijk eens aan, hier liggen al twee drolletjes op, dus ik maak winst. Want je wint als je drie drolletjes op je schepje hebt verzameld. Zo eenvoudig is het. En bovendien krijg je dan ook nog eens de taki kakki medaille. Oh, heerlijk. Van al dat spelen heb ik wel een beetje honger gekregen. En het ziet er naar uit dat Spanje dichterbij komt. En viva Spanje! Heerlijk!